Om een kledingstuk te reinigen, moet men het vuil eruit verwijderen. Dit vuil bestaat uit minuscule deeltjes die in de openingen van het weefsel gedrongen zijn, zich aan de haartjes van de vezels hebben gehecht of vermengd met vet aan het weefsel kleven. U kunt wat van het vuil verwijderen door schudden, borstelen of wrijven. Het schudden en wrijven heeft meer resultaat tussen het kleding als u het kledingstuk in water legt, want de vuildeeltjes blijven achter in water. Bovendien lost heel veel vuil in water op. Het gaat nog beter als u ook zeep gebruikt. Want zeep lost vet op en verwijdert zogenoemde vuil dat zich met vettige of olieachtige substanties en stof heeft gehecht. Bovendien kan door het gebruik van zeep het water in de opening van het vezel brengen en kleinere vuildeeltjes meenemen, doordat de zeep de oppervlaktespanning van het water vermindert. Zeep heeft als nadeel dat het in combinatie met mineralen die voorkomen in hardleidingwater een schuim produceert dat zich aan de kledingstukken hecht die u probeert te reinigen. Verder worden sommige kledingstukken betorven als mensen in water leggen. Thank you.
Thank you.
Het schoppensysteem. Bij het schoppensysteem schept een aantal schoppen op de trom het water uit de kuipen, neemt het mee naar boven en sproeit het over het vastgoed uit. Dankzij deze doorstroming kan het waterniveau worden verlaagd. Overigens komt het schoppensysteem al in veel uitvoeringen voor. Thank you.
wanneer het water in je borst wordt geabsorbeerd. En bereken dan hoeveel het water nodig is. Dit resultaat wordt direct doorgegeven aan de spoelautomaat. En de spoelautomaat doseert dan juist hoeveel het water.
Yeah.